komen morgen weer terug. Is goed. Nou, sterkte, hè. Hey. Nou, wat sneu. Vaak als het de rustdag met ijzertaartjes betreft, dan gaat het om een... bom. Nou, ik ben er helemaal klaar mee. Ga maar naar huis, ik ben er helemaal klaar mee. Dit is allemaal snop. We zijn de drie musketeers. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Sam. Ik ben Jesse. Ik ben Ramon. Wij zijn de bakketjes. Wat een waanzinnig beeld, jongens. Hoe kan dat? Ja, ik heb een loop. En Jesse heeft een loop. Hoe komen we eraan? Camerawinkel. Ja, we waren bij de camerawinkel. Moet ik eens laten zien wat ik heb? Ja, wat heb jij gekregen? Dus we waren bij een camerawinkel en wat was je aan het vragen? En nee, ik was aan het vragen hoe duur die verrekijkers waren. En zeiden, ik heb een leuke verrassing voor je en dan kreeg ik dit. Zomaar, uit het niks. Ja. Hai, hoe ben ik een beetje knap van dichtbij zo? Ja. Hij wou zeggen nee. En wat heb jij gekregen? Toen we naar school gingen kijken, ja? Keken we naar de... spelletje en daar gingen we het doen en dan kreeg je deze bal. Was wel een spelletje en dan kon je die winnen? Hè? En dan kon je dan winnen? Ja. En heb je gewonnen? Ja. Goed bezig. Kijk deze. Oh ja, ja. Wow, wat een mooie bal. Welkom bij een nieuwe video. Dat hadden we al gedaan. Geen welkom bij een nieuwe video, want dat hebben we al gedaan. Vandaag gaan we een nieuwe top 10 doen! Ja, en vorige keer heb ik ook een top 10 gedaan in de klas en dat doen we nou weer. Top 10 manieren om de klas uit te gaan en van school weg te gaan. Door die manier om de klas uit te gaan. Ja, dus stel dat je nou helemaal... Oh jee, we doen geen gekke kinderen dit keer, want het is juist gewoon als jezelf. Nee, dat doen we geen gekke kinderen dit keer. Dus heb je nou geen zin om naar school te gaan en geen zin om in de klas te zitten, dan blijf kijken, want hier doen we 10 manieren zodat je lekker weg kan gaan van school en lekker naar huis kan gaan en lekker kan... chillen. Zo jongens, nou wat leuk dat jullie allemaal zijn. Ik heb er zin in om even lekker hard te gaan werken. Hoe vinden jullie het? Het is wel leuk. Ja. Het is nu 12 uur jongens, dus nog 3 uurtjes en dan kunnen we weer lekker naar huis. En dan morgen natuurlijk weer, hè. Sam, weet je misschien iets waar we hier weg kunnen gaan? Want ik heb hier echt geen zin meer. Ja, wat dan? Kijk. Steken, dan gaat nee, het wel iets te ver. Kijk daar, dan moet je aan beide alarmknop naar vuur neerzetten en daarna gaat de alarm af. En dan gaat iedereen naar buiten. Kom. Ja, oké. Kom jij bij? Ja. Nee, kom hierop. Nou, dit was rekenen en ik heb er nog een beetje zin in. Nee. Top, want we gaan nu verder met de wetenschap. Niet weer. Laat maar op, ik heb zo'n idee. Okay. De wetenschap is zowel systematisch verkregen, geordende en verifieerbare menselijke kennis. Met daarmee verbonden proces van kennisvergeving als een gemeenschap waarin deze kennis wordt vergaard. Zie je dat staan? Zo kunnen we naar huis. Hoe dan? Laat maar op. Jullie mogen nu even een opstel gaan maken over de wetenschap. Meester, er staat een tas, maar we weten niet van wie het is. Is die niet van een van jullie dan? Nee. Oh, dan ga ik eens even kijken wat het... Hey. Maar dat zijn ijzerdraadjes. Oké, een rugzak met ijzerdraadjes. Vaak als het een rugzak met ijzerdraadjes betreft, dan gaat het om een bom. Jongens, red. Een bom! Snel weg! We moeten weg hier. Bom! Bom! Nu gaan we wel wat leuks doen. Topografie. Alweer? Ja, jongens. Nee, Sam, kom even lekker zitten. We gaan wel gewoon even lekker leren. Dat is de bedoeling van de school. Anders heb ik wel een idee. Laat maar op. We hebben natuurlijk verschillende provincies in Nederland. Kunnen jullie provincie noemen? Wij wonen in Gelderland. Wisten jullie dat? We hebben verschillende provincies, waaronder dus bijvoorbeeld Gelderland hebben we, hebben Flevoland hebben maar we. We hebben, ja, wat is hier? Ziet er een beetje slecht uit. Ik denk dat je ziek bent. Ja. Ik zie er slecht uit. Hoezo? Wat is er dan? Je hebt een paar bultjes en je bent een beetje bleek. En ja, je neus is heel rood. Ja, nou het zegt, eigenlijk voel ik me ook niet echt zo lekker.
Oh, nou, ik... Nee, ik... Jongens, ik denk dat ik naar huis ga. Ik, ja, sorry, er zit iets anders op. Dan moeten jullie ook maar naar huis. Dag, leven. Ja, ja, ik hoop dat ik morgen beter ben, jongens. Sorry, niks aan te doen. Ik kan er niks aan doen, sorry. Ja, jongens, goeiedag weer allemaal. Hoi. Nou, ik ben weer helemaal beter, dus we kunnen weer de volle moed tegenaan. Hebben jullie er een beetje zin in? Ja. Oké. Okay. Ik heb helemaal geen zin in school. Ik ook echt niet. Ik weet iets. We kunnen misschien een brief gaan schrijven. Onze moeder dat geschreven hebben. En dat we dan maar stiekem naar de pannen zetten. Ja. Jesse de Bakker, wat ben je aan het doen? Oké, oké. Dat is het mooie aan Jesse, die is altijd heel fanatiek. Die gaat altijd lekker door. Ook terwijl ik hem niet heb gevraagd om een reeksommetje te doen. Hij doet het gewoon en dat is wel fijn aan hem. Je kan gewoon zien dat hij zin heeft in school. Ja, wat is het? Dit is van mijn moeder. Van je moeder? Ja. Sam en Jesse moeten naar de tandarts nu onmiddellijk. Van wie komt de brief? Van mijn moeder. Van je moeder, oké. Okay. Oh, dat is wel jammer, dan kunnen jullie niet doorgaan met de les. Ja, ik vind het ook jammer. Ja, nou, ja, niks aan doen. Nou, succes hè, Jesse, succes Sam. Veel plezier bij de tandarts, hè? Doei! Hey, doei! Oké, jongens, hoe was het bij de tandarts? Ja, goed, niks aan de hand. En met jou, Sam, was het goed bij de tandarts? Ja, goed, niks aan de hand. Oké, nou, dan gaan we vandaag gaan we lekker... Ik ben ziek! Pardon? Oh, ik ben ziek. Ik ben ook ziek. Maar jullie zien helemaal niet ziek uit? Maar waarlijk wel. Nou jongens, jullie zien er niet ziek genoeg uit. Ik wil gewoon dat jullie blijven. Maar ik heb waterpokkelen, dat zie je hier niet. Dan heb ik alleen op mijn buik. Ja, oh, nou mag je buik even zien. Ja, maar dat is, nee, maar dat vind ik niet fijn. En jij ook? Ja. Vreemd dat jij met waterpokken helemaal niks op je gezicht hebt, maar wel op je buik. Dus ik wil toch even jouw buik zien. Nee, dat is niet goed. Alleen vader en moeders mogen naar de buik toe kijken. Daar heeft hij natuurlijk gelijk in. Dus als ik wel naar zijn buik ga kijken, heb ik een probleem. Nou, er zit niks anders op dan hun naar huis toe te sturen. Ja! Doei! 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 Oké, en een nieuwe dag is aangebroken. En kijk eens wie er weer zijn. Hoi. Jesse en Sam, hey! Hoi. Jongens, hoe is het met jullie waterpokken? Goed. Maar één dag waterpokken? Ja, dat kan ook. Is dat, oké, want normaal is het altijd meerdere dagen, maar bij jullie niet. Ja, waterpokken. Een eendags waterpokken. Ja. Oh, nou, dat is nog nooit van gehoord, maar dat is heel fijn. Oké, jongens, we gaan vandaag beginnen met scheikunde. Oh. Ja, leuk hè? Hoe kan je van school af? Ik weet het. Ik ga even naar de wc. Oké. Oké, jongens, ik ga Sam even bedden. Hey Sam, je bent net als doen als ik onze papa ben. Oké, Sam, zeg dat aan de meester dat onze kavio net dood is gegaan. Dus ik wil even naar huis, zeg dat maar. Oké, doei. Oh meester, onze kavio is dood. Wie was het aan de telefoon dan? Dat was papa en alles en ons kavio ging dood. Dus we moeten nu naar huis. Oh, wat sneu. Oh echt Sam? Ja. Oké, dan moeten we snel naar huis. Nou, ja, succes jongens. Ja, doei. Dan komen we mogelijk terug. Is goed. Nou, sterkte, hè. Hey. Doei. Nou, wat sneu. Ik volg ze wel op YouTube, maar ik heb alleen maar gezien dat ze twee konijnen hadden. Ik wist helemaal niet dat ze een kavia hadden, maar dat is wel sneu. Nou, morgen weer een dag. En dan komen Jesse en Sam, jongens. Ja? Hoe is het met de kavia? Nog steeds dood. Oké, nou wel sneeuw voor jullie. Je blijft dood en je blijft nog een keer dood. Ja, je blijft dood. Ik wist helemaal niet dat jullie cavia's hadden. Jawel. Ja, nu niet meer. Ja, dat was op een schuilplaats. Wat eigenlijk? Een schuilplaats. Wat eigenlijk één cavia, maar die hebben nul. En nu heb je nul, ja. Dus we hebben nu twee konijnen logisch. Ja, want we gaan inderdaad rekenen. 1 of 1 min 1 is? 2. 0, heel goed. Oké, jongens, we gaan vandaag iets heel leuks doen. Geschiedenis. Ik heb er echt geen zin in, joh. Pak jullie even de geschiedenisboeken erbij? We hebben het zo zwaar. Mag ik please even tekenen of knutselen? Oké, omdat jullie zo zwaar hebben, gaan we vandaag even knutselen. Mogen jullie even vrij knutselen? Veel plezier. Oké. Sam, ik heb een idee om binnen huis te doen. Wat voor is dat dan? Dat is blauw. Geef je hand. Ja, dit. Ja, nee, dit is genoeg. Ja.
kinderen waren lekker vrij aan het knutselen. Mensen, mensen, bloed! Wat is er? Bloed! Bloed? Oh, wat hebben jullie, een roze bloed? Ja, dat is heel vaak. Dat is heel vaak, oké. Okay. Nou, ga snel naar huis, jongens. Ja. Snel. Succes. Doei. Het is wel zielig. Die jongens hebben elke keer wat. Gisteren op de cavia dood, nou hebben ze weer bloed. En nou, een nieuwe dag is weer aangebroken. En dan komen de jongens aan, Jesse en Sam. Ja. Hoe is het met jullie arm? Laat zien, zit u weer verband? Nee, het bleek verf te zijn. Ja. Oh, verf. We hadden gisteren met verf gespeeld. Ja. Oh, nou. Nou ja, op zich fijn dat er niks aan de hand is. Ja, oké, dan gaan we vandaag toch echt verder met geschiedenis. Oh. Ja, gisteren hebben we kunnen knutselen. Vandaag is geschiedenis. We gaan het vandaag hebben over Napoleon. Ah. Ja, nou, wie weet van wie... Wie van jullie, jongens, ja, jongen, wie weet van jullie, weet jullie wie Napoleon was? Jongens, wat hebben jullie, waarom lachen jullie zo, wat hebben jullie? Wat hebben jullie? De slappe lach. Maar jongens, ik wil even, ik vind het niet meer leuk, jongens. Ik probeer hier les te geven over Napoleon. Jongens, ik vind, ja, ik ben er helemaal klaar mee. Ga maar naar huis, ik ben er helemaal klaar mee. Kom op, ik wil jullie niet meer zien vandaag. Dit is niet meer normaal hier zo. Jongens, dit was gisteren. Nu rust. Ja. Oké, jongens, we gaan vandaag toch weer geschiedenis doen, want het wil maar niet lukken. Hoe kunnen we naar huis komen? Ik weet het. Auw. Sam. Ja. Wat is er aan de hand? Ik heb pijn. Heb je pijn? Hij is gevallen. Hij is gevallen, laat eens even zien. Ja. Oh, het is helemaal blauw. Ja, denk ik even naar de dokter. Ja, dat lijkt me ook. Nee, Jesse, breng jij hem naar de dokter? Oké, okay, nou beterschap. Auw! Oké, okay, nou de jongens die zijn er weer. Elke keer is het er, want ik heb het idee dat ze nu al 9 keer iets hebben verzonnen waardoor ze naar huis gingen. Ik ben benieuwd of ze nu wel gewoon normaal netjes blijven. Huh? Oh, wat is er? Ben je een beetje verkouden, Jesse? Ja, dat oh. Ik wil je anders toch naar huis of? Oh nee, ik ga het doen. Oké. Ah, gadverdamme jongens, dat snot zit overal. Huh? Jullie spelen gewoon met jullie snot, ja. Het zit ook aan mijn voet, joh. Dit is allemaal snot. Nou jongens, ik kijk doekjes, ja, ik weet het ook niet. Jongens, het lijkt me beter voor de volksgezondheid van hier iedereen op deze school dat jullie gewoon even lekker naar huis gaan. Gaan jullie naar huis toe? Ja. Succes, beterschap. Ja. Je hele handen zit onder de stop, gadverdamme. Nou, doei hè. Ah jongens, en wie mag dit allemaal opruimen? Jesse, Sam, die zijn benieuwd hoe hard het brandalarm gaat. Nou moet hij er af kunnen. Oké, hij gaat echt hard hoor. Oké, hier zijn de jongens. Gaan we even testen. Ah, wat was het? En dat was ons brandalarm, jongens. Ik wil nummer... Nul. Wat zie je daarna? Je hebt meer rimpels en... Ja, rimpels. We willen nu ziek, dan word je oud. En ik ben niet oud. Ik heb helemaal geen zin in bed. Ik vind een schepschool. Schepschool? Schepschool? Wat voor school zit je op een schepschool? Dat moet je op de... bloepers. Ja. Ja, goed, niks aan de hand. En met jou, Sam, was het goed of werd het anders? Ja, goed, niks aan de hand. Hey, bedankt voor het kijken. Jongens, hoeveel abonnees moeten we nog ongeveer? Nog 7000. 6000. Oh. Nog 6000 tot de 100.000. Dus ja, zeker abonneren als je nog geen abonnee bent. Kijk, nu. En bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Ja, doei.